We hebben hier echt normale dakbeglazing eigenlijk gebruikt. Dat betekent een geharde buitenruit van 8 mm, een gelaagde binnenruit van 6,6.2, zoals wij dat dan noemen. Die gelaagde binnenruit die gaat na 5 minuten gaat die breken en dan smelt de tussenlaag, de PVB. Het glas valt in de oven en vervolgens neemt de brandwerende buitenruit, die dus gehard en gekoot is, die weerkaatste straling. En ondertussen zorgt hij er ook voor dat hij de buiging van de constructie op kan vangen en de temperatuur kan weerstaan. De definitieve testen aan constructies, als je wilt weten of de constructie brandwerend is of het een brand tegen kan houden, moet gebeuren bij een geaccrediteerd laboratorium. In Nederland zijn er 2 geaccrediteerde laboratoria, waarvan Beuts één van de laboratoria is. Grote horizontale glasvlakken, daar zijn niet heel veel testen aan gedaan nog. Horizontaal is een stuk lastiger voor de beglazing, omdat de zwaartekracht er op een andere manier aantrekt. Daarom ook deze test. Je kan niet zeggen van ik heb een onderconstructie en ik pak er een willekeurig ruit bij die al met een andere test 30 minuten gehaald heeft. Nee, je moet specifiek het materiaal, het glas dus, met je constructie testen en dat moet dan een bepaalde tijd halen. Pyropeen is vooral uniek omdat het echt gebruikt kan worden als normaal doorzichtbeglazing. Dus je kunt er perfect doorheen kijken en het heeft ook de eigenschappen die glas eigenlijk zou moeten hebben. Het is relatief licht van gewicht, dus je uiteindelijk het normale glas opbouwen die je in een dak in dit geval zou kunnen gebruiken. Je kunt het als incidenteel beloopbaar glas gebruiken en het is daarbij ook nog goed zonwerend. We hebben daar in ieder geval 3 verschillende coatings voor die we allemaal getest hebben en ook nog voor de horizontale toepassing gaan testen. Nou, we zitten hier boven die 30 minuten, dus we zijn boven zeg maar een magische grens. En dat maakt de test ook voor onze opdrachtgever geslaagd. Ja, beter kunnen we het eigenlijk niet hebben.